Hey, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers, uw online bloemist, en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met iets wat heel veel is aangevraagd. Namelijk de Rainbow Foam van Oasis, gekleurd steekschuim. Daar gaan we vandaag een mooi herfstbloemschik mee maken. Dus heb je er zin in, doe vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je kan zowel het pakket compleet bestellen als losse materialen. Dus kijk daarvoor even op onze website. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, gaan we vandaag aan de slag met de Rainbow Foam, gekleurd steekschuim van Oasis. En dit wouden jullie heel graag zien. En we gaan vandaag leuke cadeautjes van maken. Ik gebruik daarvoor ook gekleurd raffia en hele mooie warme materialen. Zodat je in deze stijl en deze kleur van de herfst een heel mooi bloemstuk kunnen maken. Je kan natuurlijk een cadeautje alleen maken. Heel leuk als je gewoon een klein cadeautje iemand cadeau wil doen. Maar je kan hem ook bijvoorbeeld op een mooi dienblad neerzetten. Ik ga het jullie allemaal laten zien. Laten we gewoon gaan beginnen. Je hebt de Oasis Rainbow Foam in verschillende kleuren. Ik ga aan de slag met oranje en rood. Maar zeg je van, ik wil alleen oranje of ik wil alleen rood. Ik zal er zorgen dat ze los in onze webshop komen. Dus dat je zelf de combinatie kan samenstellen zoals jij het leuk vindt. Misschien wil je er maar eentje neerzetten. Misschien wil je er net zoals mij drie neerzetten. Dus dan kan je zelf even kijken wat je het leukst vindt. Ik ga hem leuk combineren. En daarom vind ik het ook leuk om met twee kleuren te werken. Ik heb hier gekleurd raffia en natuurlijk raffia. En dat doe ik er eerst omheen. Zodat we eerst echt het effect krijgen van een cadeautje. Ik gebruik daarvoor twee kleuren raffia. En wat ik doe is, ik bind hem eromheen. Dan kruis ik hem. En als je het lastig vindt, kan je het ook in twee delen doen. Dus dan doe je eerst de ene kant en dan de andere kant. Maar ik vind dit altijd leuk. En dan draai ik hem weer omhoog. En dan kan ik aan de bovenkant een strik maken. En dan krijgen we het effect van een cadeautje. En dat doe ik dan ook bij de rode. En het is misschien ook wel leuk om dat nog een keer te herhalen. Je kan ook twee bij elkaar, dus ook leuk. Maar ik vind drie toch net iets leuker. En eigenlijk vind ik het zo al leuk. Dan gaan we ze versieren. En dat doen we aan de bovenkant. En je kunt het ook een beetje laten aflopen. Je kan de zijkant ook doen, wat je zelf leuk vindt. Ik werk wel met mooie, fijne materiaaltjes. En je kan ervoor kiezen om ze verschillend op te maken of gelijk. Zoals je kan zien, steek ik alles er mooi compact in. Ik gebruik ook wat vruchtjes, die zet ik even vast met wat lijm. Ik gebruik hiervoor de koudlijm van Oasis.
een mooi teamblad. Want de cadeautjes zijn toch echt prachtig. Superleuk. En ja, ik denk ook dat je er echt lang van kan genieten. Want je kunt het lang houdbaar houden. Hè? Ik heb een mooi dienblad. Ik doe even een stukje plastic onder voor het lekken. En wat mos. En dan ja, dat past ze precies op. Dus het lijkt heel erg leuk. Daarmee doe ik een beetje mos om het af te werken. En kijk hoe gezellig dit dan is. Dit zijn toch echt prachtige herfstcadeautjes. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Zowel de losse materialen als het complete pakket. Of ga naar www.uonlinebemis.nl. U vindt het onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zien we de volgende keer weer. Doeg!